Het Carolus Clusius College in Zwolle heeft eind september het vernieuwde schoolgebouw in gebruik genomen. De school wilde uitbreiden en van de 5 bestaande gebouwen een geheel maken en met elkaar verbinden. Ik vind het heel mooi, een nieuw wit en vergeleken met de oude gebouwen is het wat nieuwer, moderner. Het is een heel grote ruimte nu en eerst was het allemaal kleine gangetjes en nu niet meer. Het zorgt dat de verschillende delen van dit gebouw nu allemaal geheel zijn. En de belangrijkste functies van de school als het gaat om het samenkomen van leerlingen en dergelijke. En van collega's ook, van mijn docenten, andere docenten. Dat zie je hier ook in terugkomen. Dus dit is eigenlijk het nieuwe hart van de school geworden. Pieter Dix van de Bruin Architecten nam het ontwerp voor zijn rekening. We zijn eerst heel erg gaan kijken hoe het CCC in elkaar zat. Wat er allemaal aan programma in zat, hoe die aula's werkten, onderbouw, bovenbouw. En vervolgens hebben we gekeken van hoe kun je nu een nieuw hart maken. Want het zijn heel veel verschillende gebouwen en nou ja, ook wel verschillende afdelingen. Het idee ontstond om één grote open ruimte te maken waar we nu staan. Om daar, nou ja, als je 's morgens binnenkomt, elkaar meteen te ontmoeten. Dat je een vide hebt en over meerdere verdiepingen elkaar ook gaat zien. In de oude gebouwen zitten heel veel vierkante meters en ook al heel veel lokalen. En dat gaf ons ook wel deels de mogelijkheid om hier nu juist ruimte te maken voor de leerling. We hebben bijvoorbeeld 1700 fietsen op een andere plek neergezet, zodat je ook buiten ruimte krijgt voor leerlingen om rond te hangen. Dus je kunt echt een campusachtige setting maken, maar dan moet je wel eerst wat problemen oplossen. En die oude gebouwen die hebben ons daarbij prima geholpen. Door de nieuwbouw zijn er 11 lokalen gerealiseerd, zoals een videoconferencing room, scheikundelokalen, een wereldontvangstkamer, ruimte voor projecten van bijvoorbeeld het International Business College, het IBC, en de personeelskamer. Beneden een nieuwe fietstunnel naar de fietskelder. We zijn natuurlijk wel gewend dat het iets ouder eruit ziet op onze school. Want we hebben natuurlijk een hele oude monumentachtige kant. En ja, dat vind ik ook wel gaaf dat er nu een keer een iets straks moderns stukje van onze school is, zeg maar. Ik denk de ruimte en het licht, want in het voorgebouw was dat niet echt zo. Het is heel open, iedereen komt bij elkaar op één punt en dat vind ik wel leuk. Normaal is dat er 2 aula's, maar nu is het gewoon nog steeds wel 2 aula's, maar iedereen komt in het nieuwe gedeelte wel een beetje samen. Kinderen van die kant komen aanlopen, van die kant komen, die ontmoeten elkaar hier. En bovendien kunnen ze ook heel mooi, ze hebben ruimte voor de school. En in het ontwerp hebben we ook bedacht dat we eigenlijk een soort campus willen zijn. Hè? Het campus van het CCC, want we hebben natuurlijk dit gebouw, het sportveld hiernaast. En aan de andere kant staat nog het gebouw van de internationale afdeling. En dat maakt eigenlijk wel dat het past op de campus. De nieuwbouw biedt nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs. Met name met de leerlingen van het IBC is nagedacht over wat voor ruimte hebben we nou nodig om ons nieuwe onderwijs in vorm te geven. En die nieuwe IBC-ruimtes die hier op de eerste of op de tweede verdieping zitten, nou, die zijn echt ingericht op basis van de wensen van leerlingen. En wat zij daar willen doen in hun bedrijfjes, hoe ze willen kunnen werken met elkaar en wat daarin nodig is in die ruimtes. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de whiteboarden die dus hier ook hangen. Hier kunnen we dus bijvoorbeeld, hadden we gezegd van ja, we willen wat meer whiteboarden die je ook kan verplaatsen. Hebben we dus bijvoorbeeld voorgelegd aan degene die het allemaal heeft ontworpen. En dat is dus ook geregeld. We kunnen nu zeg maar een whiteboard zo bij onze tafel schuiven. En dat is gewoon een van de dingen waar wij bijvoorbeeld over mee konden denken. Dus met name onze nieuwe onderwijsconcepten, die kunnen we hier in dit nieuwe gebouw een deel vormgeven. Ja, dat geldt ook voor de collegezaal, het geldt ook voor de IBC-ruimtes. En eigenlijk geldt het ook voor die ontvangstruimte en ook voor het e-twinning, de videoconferencing room, zullen we maar zeggen, voor leerlingen. Ja. Dus we hebben echt in de werkgroep van tevoren hebben gekeken, wat ontbreekt er nou in onze school, waar we echt in de toekomst behoefte aan hebben en waar we dus echt ook modern onderwijs kunnen geven. Die ruimtes wouden we eerst creëren in een nieuw gebouw. Maar daarnaast betekent dus dat je dat hebt in een nieuwe gebouw als dat klaar is. Dan ontstaat er ruimte in het bestaande gebouw. En dat willen we dan weer opnieuw oppakken. Dan willen we de kunstvleugels bij elkaar zetten. We willen de techniekruimtes bij elkaar zetten. En dat geeft ook weer meer mogelijkheden om goed met elkaar te werken. Maar ook herkenbaar in het gebouw. De opening van de nieuwbouw van de school is 2 dagen gevierd. Op donderdag 28 september werd de school voor en door leerlingen geopend tijdens een activiteitsdag. Waar leerlingen en medewerkers de hele dag deelnamen aan verschillende workshops. De vrijdag erna was de officiële opening. Wethouder Michiel van Willigen, een medewerker, een ouder en een leerling openden samen het vernieuwde schoolgebouw.
Mark Tuitert, oud-Olympisch kampioen op de 1500 meter, gaf een seminar in de gloednieuwe collegezaal. Je kan niet alles uit een boekje lezen, leren. Dat moet je doen, dat is belangrijk op school. Maar de ervaring die je daarnaast in het leven creëert door het bijvoorbeeld te ondernemen, of wat hier op school heel goed gebeurt, hè, door de wereld te verkennen. Dat zijn waardevolle ervaringen die je niet altijd direct kan leren uit een boekje, maar die het leven je geeft. En die moet je omarmen en daar moet je vol gas op geven en meenemen. De huisvesting van het Carolus Clusius College is in de loop van de jaren flink uitgebreid. Maar toch weet de school een huiselijk gevoel te creëren voor de leerlingen. Als je kijkt wat maakt een school. Een schoolgebouw is dat kinderen zich thuis voelen op school. En daar was het CCC altijd al heel erg goed in. Dat kinderen zich echt thuis voelen hier op school. En ik denk dat dit stukje nieuwbouw met heel veel licht en openheid dat nog veel meer versterkt.